Dat vind jij wel mooi. Het is echt heel leuk. Ik ben heel leuk. Heel leuk, maar het is wel leuk. Nina Simone. Cool, hè? Weet je wat? Ik heb mijn pinker. Ik heb mijn. Hoor, ik laatst was ook een pinkpot van die peaches. Die zijn Voornamelijk in de zon zitten. Nee, bier drinken in de zon. Goed voor elkaar. Er zijn slechtere studies, maar ik heb vaker gezegd. Nou, is die nu op de peperbus stond, jongen. Ja, ik heb het gekocht. Nu een van de kutstudies. Ja, dat is even lachen. Klaar, mensen. Klaar? Precies mijn neurale shit doorgemaild. Bent veel meer rijk. Ik zie maar geen rood lampje, dus ik geloof ik in de roze. De ware journalist, hè, met een peukje. Ja. Er wordt hier voor de kunstenaar opdracht gegeven om die bordjes te maken van dat ze dat erop gingen plakken en dat er dan bij stond van met een pijltje zo van daar ligt Hattem zoveel kilometer. Ja, ja. Zo. Maar dan had die kunstenaar ook een bordje en dan had hij opgezet zijn eigen huis en dan zoveel kilometer. En dat had hij ook wel opgeplakt. En die man zegt dat tegen mij van belachelijk toch, wat interesseert iemand nou waar wij die fan lopen? Ja, dat vind ik ook wel een beetje raar dat hij dan zo'n bordje op de peperbus zo klaar maakt voor zichzelf. Zo van het huis van Floris. Kijk, weet jij hoe laat jongeren zakt? 3 uur. 3 uur. 3 uur, Arjan. Oh ja, nee. Zwaar, jongens. Zwaar. Ik heb vroeger wel een Utrecht als iemand een supervriendje. Die beunde bij op de Dom. Toen moest die rondleiding geven. Oh ja. Die verzonnen allerlei dingen. Dat kan echt niet. Nou. Je hebt echt al die toeristen de gekste verhalen van het land ingestuurd. Je kunt mensen rare dingen wijzen, maar die doet van het gewoon. Ik zit staat op straat, weet je wel, van die goede doelen. Ja. Op een gegeven moment spreekt ze dan met haar, zijn ze er een beetje zat van, haar staat op een woordje had. En zei hij, ja, mag ik u vragen, mevrouw, kent u Stichting Red de Koe? En die mensen gaan er echt, ik weet niet, laten ze helemaal uitleggen. Nee. En zo bijna leden werven. En ga er helemaal mee lopen. Ik vond wel echt een klerenrein omhoog, jongen. Janneke zegt, ja, we zijn er. Bij het eerste deurtje al. Nee, nog niet. Bij het tweede deurtje, ja, we zijn er. Nee, shit, nog niet. Bij het derde deurtje, hoeveel is het? 253 of zo. Oh, 236. Ik heb wel 3 keer ben gaan zitten. Ik vond die man grappig in die kerk. Ik kom op, Eduard. Henk en ouders. Ja. Ik vind het een kuttitel. En die vorige was ook een shit. Ik moet een stuk bal aan.
een mooi pad. Ik ga het smalen hoor. Oh, die is er wel niet op de voor. Ik ben een vrouw.